We hebben een open dag en dat betekent dat iedereen welkom is om allerlei activiteiten hier te organiseren. Ja. Het zijn heel veel verschillende activiteiten, van yoga tot knutselen, dans, workshops. Adi, kun je ons vertellen wat jouw rol daarin precies is? Ja, ik woon hier gewoon in de Laan en we hebben afgelopen 3 jaar fantastische dingen zien ontstaan in het Vorstencomplex. Er is de Stichting Vrienden van Zuilen met een buurthuis, er is de biljartclub, maar er zijn ook allerlei docenten, allerlei activiteiten. En ik zou echt, er is een eettafel voor oude mensen die daar soort tafeltje dekje hebben, maar dan gezellig in een restaurant. En ik zou willen dat dat nog veel meer gebeurt. Alleen dan moeten we denk ik wel veel meer gaan samenwerken en dat professioneel aanpakken. Ik heb wat hapjes gemaakt voor de open dag. Ja, in principe wil ik snel weer een geuren- en kleurenavond organiseren. En wat is dat? Dat is een avond met een thema diner. Dus met een andere cateraar maak ik dan een diner. Ons plan is om er een bewonersbedrijf van te maken. En dat is echt precies zoals het zegt. Dus je doet de samenwerking door het zakelijk te laten leiden. Maar je bestuurt het door bewoners. En de opbrengsten ervan komen ook weer aan de bewoners van Zuilen ten goede. We denken er zijn kansen zat om het zo te verhuren dat je er een beetje aan verdient. En dat geld kan je dan weer herinvesteren. Zodat de meest kwetsbare bewoners van de wijk er ook voldoende gebruik van blijven maken. En nu gebeurt eigenlijk het omgekeerde. De gemeente heeft de verhuur op afstand gezet. En de meest betalende mag het huren. En de bewoners die dreigen aan het kortste eind te trekken. Het kan volgens ons echt andersom. Dus we nemen het als bewoners liever over. En het goede nieuws is dat de gemeente zegt, nou zoek maar uit. We hebben er wel vertrouwen in. Kom maar met een voorstel. Dus we hebben van de gemeente een paar maanden de tijd gekregen om te kijken of wat we denken dat haalbaar is, ook echt haalbaar is. Ik loop wel bijvoorbeeld hier verwonderd te kijken naar dit prachtige pand. Ik vind het echt geweldig. En ook echt wel dat er leuke initiatieven worden genomen hier. Dat er leuke dingen zijn voor mensen van alles wat. Voor iedere leeftijd. En heb je al iets leuks gezien? Ja, veel dingen. Ja, een beetje getrommeld, een beetje viool gespeeld. Wat vond je het leukste? En toch de trommels. En waarom? Gewoon, dan kan je lekker er hard op slaan. Je vertelde net iets over dat het zo nodig is om het te veranderen. Dat het hier goed wordt gebruikt, het gebouw. Kun je ons dan vertellen waarom dat dan precies beter gebruikt moet worden? We zijn bang voor dat het langzamerhand eigenlijk zoiets moois naar beneden kachelt. Je kunt niet verwachten dat de bewoners alles zelf kunnen. Je zult er samenwerking, coördinatie, een beetje ondersteuning in moeten stoppen. En dat is er nu uitgehaald. En dan denken we, nou, de komende jaren wordt er alleen maar meer bezuinigd. Laten we het dan zelf overnemen en zakelijk gaan doen. Maar wel met een sociale doelstelling. En wij denken dat het kan. Maar we hebben gelukkig een paar maanden de tijd gekregen om ook te onderzoeken en te bewijzen. En het leuke van te organiseren van zo'n open dag is dat je dat iedereen zijn kwaliteit daar ook in kan inzetten. Dus er heeft iemand een flyer ontworpen. Iemand anders helpt met het opbouwen van de kramen. Weet je wel? En op die manier kunnen wij, want wij zijn ook bewoners van deze wijk, iets positiefs bijdragen aan dit pand. Want het is zo zonde als het verloedert. En het is zo'n mooie plek. En dus ik denk dat we met ZZP'ers en bewoners en voor gedeelte professionals dat best wel met elkaar kunnen dragen. Onze voorzitter die gaat echt actief meewerken daarin. En ik heb een meer adviserende rol. En als stichting ondersteunen we het. En zijn we gewoon blij met het initiatief. En mogen bewoners ook meedenken bijvoorbeeld uit de wijk? Dat moet ze heel, heel graag. Ja, je kan natuurlijk geen bewonersbedrijf zijn zonder dat bewoners ook echt zich er tegenaan bemoeien. Dus ik wil bij deze ook heel graag een oproep doen. Iedereen die denkt, ik heb verstand van communicatie of van geld of van bedrijfsvoering of van cultuur of van sociaal. Ik loop het pand even binnen en spreek iemand van elkaar aan. Laat iemand van ons weten dat je kan helpen, dat je er iets mee wil. En dan maken we er samen iets moois van, want alleen samen gaat dat goed.